Als je meerdere krachten hebt, dan moet je samen nemen. We noemen dat samenstellen van krachten en daar gaan we het dit keer over hebben. Maar eerst eventjes de kracht zelf. Een kracht heeft drie eigenschappen. Twee zijn redelijk voor de hand liggend, namelijk een kracht heeft natuurlijk een grootte of een Newton-energie. Een kracht heeft een richting en een kracht die werkt ergens op. Het heeft een aangrijpingspunt. Deze drie eigenschappen kun je ontzettend mooi in een pijl verwerken. Daarom wordt de kracht ook als een pijl weergegeven. Het wordt een vector genoemd. De grootte van de kracht is natuurlijk dan gewoon de lengte van een pijl. En de richting, nou een pijl heeft een richting, dus dat is ook logisch. En daar waar een pijl begint, daar is het aangrijpingspunt. Dus een vector, een pijl, een ideaal iets om een kracht weer te geven. De lijn waarop zo'n kracht ligt, ja, dat wordt een werklijn van een kracht genoemd. Ja, denkbeeldig natuurlijk, zo'n lijn is er niet in het echt. Oké, eventjes een voorbeeld van twee krachten. Ja, je ziet de twee smurfen, die trekken allemachtigst aan een olifant. Ik geloof niet dat de olifant er iets van merkt, maar dat terzijde. Je hebt dus twee krachten en die twee krachten zijn beide naar links. En het gaat alleen om de twee krachten, dus we laten de rest eventjes achterwege. De werklijn is deze. En dan zie je dus dat beide krachten op dezelfde werklijn liggen. En als dat zo is, dan mag je een kracht verplaatsen. Een kracht mag je over de werklijn verplaatsen. En dan heb je dus twee krachten met hetzelfde aangrijpingspunt. En dan mag je ze gewoon optellen. Ze hebben dezelfde richting, dus de totale kracht is 280 newton. Kortom, totale kracht op dezelfde werklijn en dezelfde richting, dan tel je ze gewoon bij elkaar op. F resulterend, F totaal, komt beiden op hetzelfde neer. Hey, kijk eens aan, de olifant is eventjes terzijde geschoven en ze doen een wedstrijdje touwtrekken. 100 newton links, 180 newton rechts en weer beiden op dezelfde werklijn. Je kunt nu weer gaan verschuiven naar hetzelfde aangrijpingspunt, maar je ziet dus nu dat ze tegengesteld zijn. En dat betekent dus dat je ze niet optelt, maar van elkaar aftrekt. Kortom, F totaal of F res is hier 80 newton. Ja, dus op dezelfde werklijn, dezelfde richting, dan krijg je F1 plus F2. Zelfde werklijn, maar tegengestelde richting, dan krijg je F1 min F2 of je mag natuurlijk ook F2 min F1 doen. Het meest makkelijk is natuurlijk dat je er een positief antwoord uit krijgt. Kijk, ook andere mogelijkheden zijn er, namelijk dat ze niet recht tegenover elkaar staan, maar dat ze een hoek maken. Nou, eerst weer even alles weg. Je hebt hier twee krachten, maar weet je wat, ik maak ze er wordt een beetje duidelijker van. Hoe kun je nou deze twee krachten samenstellen? Nou, je tekent eerst een hulplijn van de ene kracht evenwijdig aan de andere kracht. Dus dit is de hulplijn en deze hulplijn loopt dus evenwijdig aan de andere kracht. En dat doe je ook hier. Ja, je tekent hier een hulplijn en die is dan evenwijdig aan die rode kracht. En de resulterende kracht, de totale kracht, is dan deze F-res. En je ziet hier dat er een parallelogram is ontstaan. En we noemen deze methode dan ook de parallelogrammethode. Nou, hoe groot is nu F-res? Dan ga ik eventjes opmeten hoe groot die 100 newton is. En zie je dus, hé, die is 4 centimeter. Dus 4 centimeter komt overeen met 100 newton. Je ziet, er staat geen is tussen, maar een is met een dakje. Dat betekent, komt in een figuur overeen met. Als je een is zou neerzetten, is het op zich niet goed. Maar ach, het is begrijpelijk als je gewoon zegt 4 centimeter is 100 newton. Goed, 4 centimeter 100 newton. Dus is 1 centimeter gelijk aan 25 newton. En zoiets, 1 centimeter komt overeen met 25 newton. Dat is de schaalfactor van zo'n tekening. Nou, als je de schaalfactor weet, dan ga je opmeten hoeveel centimeter F-res is. In dit geval 9 centimeter, dus is F-res 9 keer 25 is 225 newton. Nou, deze twee hadden we en we krijgen dus nu ook nog, als ze een hoek met elkaar maken, dan mag je ze niet optellen of van elkaar aftrekken, maar dan moet je gebruik maken van de parallelogrammethode. Dan
de schaalfactor gebruiken om de grootte te bepalen voor het aantal newtons. Geen olifant, maar een bal. Een bal betekent dus massa, dus er is zwaartekracht. En als je een beetje in de lucht is, dan heeft je ongetwijfeld ook nog wel een beetje last van de wind. Dus je hebt die twee krachten en je ziet dus dat deze twee krachten nu een mooie hoek van 90 graden maken. Kortom, FRS kun je met parallelogrammethode uitvinden, maar die FRS kun je hier ook berekenen, want het is een mooie rechthoek. En dan krijg je dus precies Pythagoras. Stel je voor, je had 5 newton wind, 8 newton zwaartekracht, invullen. En dan zie je dus meteen van, FRS is 9,4 newton. Je hoeft dus hier niet de parallelogrammethode te gebruiken, althans niet de schaalfactor. Maar je kunt het rechtstreeks berekenen. De richting van een kracht is welke hoek maakt die kracht met de horizontaal. Oftewel, dat is deze hoek. Normaal kun je dat gewoon met een geodriehoek opmeten, maar je kunt het hier ook weer berekenen. Namelijk de tangens van die hoek kun je berekenen met tangens. De tangens van deze hoek is overstaande rechthoekzijde gedeeld door aanliggende rechthoekzijde. En dus hier fz gedeeld door f-wind is precies 1,6. En alfa is dan de inverse tangens van 1,6 en is 58 newton. Oftewel, je kunt, als het loodrecht op elkaar staat, mooi berekenen de grootte en de richting. Zo, weer genoeg gezien, genoeg gehoord. Dat was het weer. Bedankt voor het luisteren en tot horens, tot ziens.